Na ruim 100 wedstrijden voor zowel PSV als AZ mag Adam Maher zich vanaf vandaag speler van FC Utrecht noemen. De middenvelder tekende in de Domstad een contract voor 3 seizoenen. Mijn contract liep af bij AZ. Uiteindelijk zijn we in gesprek gegaan met AZ, omdat ik dat vond dat ik de respect naar AZ toe. Uiteindelijk zijn we er niet uitgekomen en uiteindelijk had Utrecht zich gemeld. En ik ken de trainer, die heeft ook bij mij, die heeft mij uiteindelijk de kans gegeven. En uiteindelijk vandaar de keuze die ik nu heb gemaakt. En het gaat om een meerjarig contract, hè? Ja, we hebben hem voor 3 jaar kunnen vastleggen. Dus ja, wat ik al zei, gezien zijn leeftijd, 25 jaar, zit in een sterke fase van zijn carrière. Dus ja, alles tezamen is het denk ik een hele mooie deal voor FC Utrecht. Ik zie ook dat Utrecht de laatste tijd heel goed doet. En ze hebben ook nu de Europa League ticket te pakken. Dus uiteindelijk maakt het ook alleen maar je trots om uiteindelijk daar deel uit van te maken. We staan nu op de Dom, we horen de kerkklokken. Lekker gevoel, hè? Ja, zeker. Het is een speciale plek voor Utrecht, dus ik ben blij om hier te zijn. Het is een speler die het spel gewoon hartstikke goed leest, daardoor ook heel veel ballen onderschept. Ja, en aan de bal, dan heeft hij zoveel kwaliteiten dat hij daarin het verschil kan maken. Ja, hij heeft een geweldige passing, is creatief, dus ik denk dat we met dat soort specifieke kwaliteiten weer wat extra toevoegen. Hoeveel heeft dat meegespeeld, John van der Brom? Ja, uiteindelijk heeft hij mij de kans gegeven bij AZ om weer eigenlijk naar mijn oude niveau toe te keren. En ik denk dat het wel een hele belangrijke keuze is geweest. Ja. Het gevoel zat goed en ik ben mijn gevoel achterna gegaan en ik ben blij dat ik hier ben. Ja, en toen deze kans zich voordeed, zijn we er vol voor gegaan. En dat het dan uiteindelijk gelukt is, dat is bijzonder. En zijn we, wat ik al net al zei, we zijn daar hartstikke trots op. Ja. Kijk, dat is alleen maar mooi. Kijk, we hebben een heel goed team. Uiteindelijk heb je concurrentie nodig om elkaar naar een beter niveau te tillen. En kijk, ik ben niet bang voor concurrentie. Dat heb ik ook bij AZ bewezen. Ook in het verleden, dus dat wil ik nu weer aangaan. Je weet hoe belangrijk de Dom voor de stad Utrecht is, voor de supporters is. En dat we het dan op deze manier kunnen presenteren, dat geeft wat extra's. Adam is niet moe, maar jij stond te hijgen. Ja, ik moest even aan de bak. Maar hij is in ieder geval fit. In ieder geval de keuring, dat is niet nodig, want hij liep er zo op.